dat is pas goed. Je moet nog een hoedje opdoen. Ja. Wel. Even showen. Maar dat is als heel mooi. Is er een leuk hoedje voor u bij? Nou, ik heb binnenkort je zoekt wel een hoedje. Een bruiloft. Alleen ik weet nog niet welke kledij ik daarbij aandoen. Dus ja. Ik zit eigenlijk zo te kijken van welk model ik leuk vind. En ja. Moet je even. Het hoedje moet passen bij de kleding en de kleding bij het hoedje natuurlijk. Ja, precies. Dus ik moet eerst aan de kleding beginnen en dan kijk ik bij het hoedje. Ja. Maar. Ja. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Ja, ik loop er vaak naast voor de afstand genomen. Dat hoedje. Niet voor jou hoor. Nee, maar dan heb je iets. Want een hoed is best heel moeilijk om te vinden hoor. Ja. Maar goed, sta ik een beetje in de weg. Op elk potje past een deksel. Dus ook een hoedje. Oké. Okay. Ja, daar zet ik mijn pet vooraf hoor. Ja, voor die opmerking. Welke? Die witte. Die witte is gek. En ja. Die kan je ook voor een opening van een als je een bedrijf hebt. Nou, zet u die witte dan eens op. Ik? Nee, ja. Die mevrouw zet hem op. Oké, okay. Zet hem op zo. Zij wil dat ik die witte neem. Ja. Ah, dit is toch Hans heel blijft erin als ik thuis kom weer met deze. Dan zegt hij, oh mijn god, die past echt zo goed. Ja, die is voor jou gemaakt. Ja, het is vrolijker dan die speeksel. Ja. 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 Deze is echt hartstikke bijzonder. Ja. Nou, die nemen we dus mee dan. Nou, deze mee? Nou. Helemaal gek. Oké. Ja, ik was gisteren al geweest, maar ik zeg tegen haar. En ze zei ze, je moet even gaan kijken. Ja, ik ben Melody Reijnenveld en ik ben hoedemaakster. Hoedemaakster als kunstobject of hoe moet ik dat zien? Ik vind hoeden wel kunstobjecten, ja. Ja. Het is niet zomaar een gebruiksvoorwerp. Maar in dit geval alle twee? Ja, het is gebruiksvoorwerp en een kunstobject tegelijkertijd. Ja. En dat gaat allemaal met de hand? Ja, alles met de hand. Ja. En is er nou veel werk om zoiets te maken? Ja, dat is gemiddeld tussen de 4 en 8 uur per hoed. Verspreid over meerdere dagen. Want het zijn verschillende processen waar je doorheen moet, tussendoor moet drogen en zo. Okay. Ja. Maar is er hier in Maren dan een hoedenwinkel? Ik heb het nog nooit gezien. Nee, er is hier in Marem geen hoedenwinkel. En waar kan men dan die hoeden verder verkrijgen dan alleen via de atelierhoede? Nou, gewoon mij bellen en dan kunnen ze hier komen. Of in Den Haag, daar heb ik ook een atelier en daar kunnen ze dan ook komen. En misschien nog een website? Ja, de website is www.melodesign.nl. Nou, gaan we met z'n allen daar naartoe ja. Kijken goed of plan. De hoed passen. Leuk. Bedankt. Dankjewel. Joop.